Ron, jij gaat meedoen met de Open Joodse Huizenroute op 1 mei. Klopt. Waarom doe je mee? Waarom doe ik mee? Toen dit huis te koop kwam staan, dan is het, de voorpret is vaak nog het leukste. Want dan ga je, tenminste ik ben zo iemand die gaat dan onderzoeken van wat is er gebeurd in zo'n woning en wie hebben daar allemaal gewoond. En zo heb ik de hele geschiedenis achterhaald wie er gewoond hebben. Dat kun je ook bij het Gelders archief kun je daar het een en ander opzoeken. Nou, zo kwam ik erachter dat hier dat de woning gebouwd was door een Joodse meneer. Die had de woning ook vernoemd naar zijn vrouw, Gesina. Dat is de naam, hoe de woning ook heeft geheten vroeger. Dus die naam staat nu nog niet op de gevel, maar die komt weer terug. Maar ook dat er dus een meneer Kan in deze woning heeft gewoond tijdens de oorlogsjaren. Dat was meneer Mozes Kan was dat. En hij was toen leraar op de ULO. Was een zeer gewaardeerd persoon in Winterswijk, naar wat ik heb gelezen en onderzocht heb. En hij woonde hier samen met zijn huishoudster, Bertha Nordheimer. Met wie hij nog eigenlijk op het laatste moment in de oorlog ook nog getrouwd is. En vlak voordat ze gedeporteerd werden vanuit de woning. Okay. Meneer Kaan, ik wil niet alles verklappen, maar meneer Kaan is overvallen in deze woning in 1936. Uiteindelijk heeft het spoor geleid naar een groepering die de NSB groepering in Winterswijk. Okay. Ja. En hij is overvallen in huis. Bertha die heeft hem eigenlijk gered door een raam mee te slaan en hard te roepen, hulp te roepen. Toen is die man gevlucht. Uiteindelijk gevonden middels een politiehond, die heeft hem naar zijn spoor geroken en hebben ze hem thuis van zijn bed gelicht. Ja, het hele dorp was in rep en roer en daar gebeurde daarna, is er het een en ander gebeurd, er is een soort van opstand bijna geweest in Winterswijk. En dat soort verhalen, dat heeft mij aangegrepen en dat heeft mij ook wel doen besluiten om op Mirjam's vraag in te gaan van nou, zou jij niet het verhaal van een woning willen vertellen op 1 mei? En het is een mooi verhaal. Ik heb nu echt een tipje van de sluier opgelicht en ik hoop dat ik daarmee de mensen, maar ook langs de andere zeven... in totaal zeven verschillende locaties. Ja, het wordt een hele mooie route. Ja, het wordt een prachtige route. Ja, zeker. Ja. Ja, en je kunt de route ook terugvinden op jck.nl, Joods Cultuurkwartier.nl. Daar kun je nog vinden op welke plekken het zal gehouden worden en met wat achtergrondinfo. Helemaal goed, dankjewel. Graag gedaan.